Ja, en daar ben ik weer. Kennels, zoals je kan zien. En dat is dus die andere map die uitgekomen is. Hè, volgens mij is het zo dat als er zoveel wedstrijden online zijn gespeeld in deze beta, dan unlock je weer een nieuwe map. Dat is op zich wel leuk natuurlijk. We gaan gewoon kijken. Je ziet het echt waar. De mappen zijn precies gewoon hetzelfde aan beide kanten. Ik speel ook gewoon in dezelfde lobby. Het is even 3 tegen 4, maar dat joint wel weer iemand weer bij. Het is gewoon first of two en we gaan lekker beginnen. Het is weer gewoon team deathmatch. Dus, en ik ben level 4. Oehoe. Nou. De oorspronkelijke game kwam dus uit in 2006. Gewoon en was eigenlijk een van de eerste Xbox 360 games die ik speelde. Hier ligt in het midden de crossbow en nou, kijk, ik kan hem pakken. Ja, ik kan hem pakken. Crossbow is altijd wel leuk. Hup, 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 hup. Oh my god! Dat voelt zo lekker aan als je iemand Oh, yes, yes, yes! En hier maakt het dus niet uit of je een reload hebt of niet, maar het is alleen zo wel. Oh! Dat hij daar staat te wachten! Oké. Ja, ja, ja. Het voelt ook lekker als je een kill maakt in deze game, zeg maar. Dat je gewoon echt. Je voelt het ook. Het is misschien een rare omschrijving, maar. Oh my god! Hoeveel damage gaf hij mij wel niet? Maar jongens, kom op, even reviven. Je hebt een bepaalde revive periode. En anders bleed je out, zoals dat heet. En dan ga je dus gewoon dood. En in die tijd kan je wel je teammaatje redden. Of ik eigenlijk, zoals ik hier had gered moeten worden. Normaal gesproken heb je natuurlijk met z'n vieren en een praatje met elkaar en dan is het een stukje makkelijker, zeg maar. Omdat je gewoon te communiceren van jij gaat daar naartoe, jij gaat daar naartoe, jij gaat daar naartoe, klaar. We gaan even kijken of we die crossbow kunnen halen. Oké. Even een gewone reload. Ja, ik heb hem nog wel. Oh, ik torkte hem nog terwijl hij mij downschoot. Jongens, kom op, even maar redden. Oh, ik ben. Oh ja, ik ben. Kom op, jongens, even redden. Ik moet even tussen. Oké, goed zo. Oh, we hebben hem inspannen. Oei oei. Oké, laat maar. Kogels zijn op. Even healen. Healen gaat ook wel redelijk snel, vind ik altijd. Wat? Dat is echt zo moeilijk als je gewoon elkaar in duel hebt. Dan op één manier in één keer dan ben jij down en zo. Dat is altijd al geweest hoor trouwens, dus dat ja, dit is voor mij niks raars of zo. Maar... Bullshit, Chris! 82 punten, oké, okay, nou, ik wou zeggen 82 punten, hè, van de 100. Zoveel. 125 is gewoon bijna een kill. Response depleted. Jezus. Cut it down. Hoeveel kills heb ik? Ik heb 5 kills. Ajajaj. Ai, ai. Oplet hier. Zit hier als hij een hoek is. Nee, nee. Ik hoor iemand lopen hier. In het water. Ja. Ha!
fuck it. Oh, nou ja, meekijken met de anderen. Waar gaat die? Die zit daar te wachten. Die zit op zijn spawn, hè, zoals dat heet. Dit is gewoon zijn spawn. En die andere spawnt aan de andere kant. Oh, die gaan met z'n tweeën gaan ze op spawn zitten. Je ziet gewoon wel heel veel Engelsen dit spelen. Het is heel populair ook in Engeland dit, hè. Geluid klinkt wel een beetje van de zaag geworden. Oh jongens, revive, hè. Oké. 3-2. Het kan wel. Ze kunnen het halen. Als ze maar een beetje op hun eigen spawn blijven hangen. Dan wat op met die crossbow. Jammer dat je trouwens... Normaal gesproken heb je eigenlijk een stun grenade altijd. Maar je hebt nou een smoke grenade. Ik weet niet of dat echt... Oeh. Nou. Ja, nou een soort van padstelling. Want hoe lang duurt het potje nog? 1 minuut 35. Zie je die ronde? Hey! Mooie kill. Nee, veel te ver weg, joh. Cosmo moet veel dichterbij. Hij is down. Ja, ja, hij had al damage. Ja, dat wist ik al ging gebeuren. Niet zo slim, jongen. Met z'n tweeën op afgaan. Dan win je het altijd wel. Met een pistool kan. Wel sterker. Een pistool is wel sterker, alleen. Oh, down. Klaar. Game over. Eerste ronde. En een curve stompje om het af te maken. Ja, ja. Ging op zich wel goed, maar... Ja. Spelen veel te afwachtend. Teammaatjes. Ik kan wel een beetje aanvallen. Kijken wat hier nou ligt. Ik weet niet of het nou nog steeds een crossbow ligt in die tweede ronde of een ander wapen. Ja. Er ligt een boomer trouwens. Oh nee, crossbow. Er ligt een crossbow. Oké. Word ik nog geflankt? Ja, ik word geflankt! Oh, oh, oh! Oké. Zo! Active reload! Meteen in één keer weg. Extreme Steel. Ja, die heb ook wel vaker waarschijnlijk Gears gespeeld. Want ik ben al een paar keer door hem in één keer bam, down geweest. Puur alleen omdat hij gewoon... Zeg dat die kogels in het begin... Oh, dat gaat niet zo goed jongens. Teammaatjes. Zo gaat de levens al heel hard. Jezus mensen. Oh nee, crossbow! Ik had hem down, hè, die pro. Die pro X Blackout had ik nog down geschoten, ook nog. Ja, ging niet zo lekker. 3 levens, ja, dat gaat heel snel. Worden we helemaal weggevaagd deze ronde, of niet? Ja, ik denk het wel. Oh my god. Oh, kut. De 1. Oké. Okay. Is dat een vijand? Oh ja. Hey, what the fuck? Zo. Jezus mensen. Ik raak ze volledig, maar ik heb wel pech dat ik elke keer meteen gekild word. Respawns depleted. Nu al. Na zo'n korte ronde. What the fuck. Nou, kom op. Nog één keer joinen. En dan gaan we het zien. We hebben nog 11 levens. 5-4. Ja, dat is wel echt een... Hier. Jij bent echt ook nergens mee bezig. Hè? Oh. Wow, ik schrok bij de pleurs. We gaan allemaal... Ja.
Ik ben niet zo'n mietje hoor, weet je. Wat? Ja. Eindig ik nog in een min ook nog. Weer. En normaal gezet is wel een beetje... Ah, oh, eentje heb gekwit. Leuk hoor. Dat is altijd wel leuk. Het blijft in elke game, blijft zo. Je kwit gewoon meteen lekker als het niet goed gaat. Ja. En maar campen. Ja, nu kan je het vergeten. Als hun slim doen... Kijk, hun gaan met z'n vier man, kunnen ze nu in één keer op hun af. Hij heeft wel echt een freeload. Dat hoor je aan zijn geluid, hè. Dat hij dat doet. Oh ja. Maar nou is echt even heel bijna weg. Yes! Verloren! 10 levens hadden ze nog. Dus dat is niet zo heel erg lekker. 7-8, wel een goede score. Tenminste 7-8, het is geen goede score. Je hebt meer natuurlijk, maar ik bedoel, valt mee. En ik had wel veel assist points. Dat had ook een beetje mee. Match bonus. Quit penalty, dat is wel beter eigenlijk. Dat je gewoon, je krijgt dus strafbonus, zeg maar, als je quit. Een keertje een potje. Nou, op zich niks mis mee natuurlijk. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Je kan dus mee gaan doen in de beta, met de beta. En links staat in de beschrijving in ieder geval. En ja, begrijp wel goed. Je moet wel natuurlijk een Xbox One hebben. Ik zou zeggen, jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer en bye bye.